Zo, lieve mensen, hallo. Ik neem even een korte mededeling / update op. Het laatste wat jullie hebben gezien is dat ik maandagavond mijn eerste vakantievlog online heb gezet. En daarin beloofde, of in ieder geval in de beschrijving daarvan beloofde, dat er de komende week nog wat meer vakantievlogs aan zouden komen. Dat was en is eigenlijk ook wel de bedoeling. Maar dinsdag kreeg ik vervelend nieuws. Eigenlijk verschrikkelijk nieuws. En toen heeft mijn hoofd er gewoon even niet naar gestaan. Ik had ook geen zin om te vloggen. Heb ik ook niet gedaan. Ik heb dus ook die vakantievlogs niet meer online gezet. Ik heb gewoon even een momentje offline voor mezelf genomen. Wat een goede beslissing is geweest. Dit weekend heb ik de tijd en weer de zin om de rest van de vakantievlogs online te zetten. Dus die gaan jullie dit weekend van mij zien. En dan begin ik maandag weer met vloggen. En misschien komt dan woensdag nog een restantje vakantievlog. Moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. En anders zien jullie volgende week gewoon weer een weekvlog van mij. Volgende week zondag. Want het weekend ga ik ook nog even niet vloggen. Behalve, als ik dat wel doe, dan zien jullie het vanzelf. Dan komt er woensdag wel een weekendvlog. Maar in principe, zoals ik het nu bedenk, ga ik maandag weer het vloggen oppakken. En ga ik het weekend gewoon de restanten van de vakantievlog. Want die wil ik jullie absoluut niet ontzeggen in die zin. Want ze zijn leuk. Die ga ik dan nog eventjes laten zien. Dus tot zover de update. Dankjewel voor het kijken. Nou, duimpje omhoog en zo mag. Maar hoeft het bij deze video natuurlijk helemaal niet. Maar kijk wel alsjeblieft naar een volgende video van me. Want dat zou ik heel erg leuk vinden. Dus tot de volgende keer. Doei doei!